De raaf en de duif. Open uw Bijbels bij de profetie van Genesis. Genesis 8, vers 1. Vorige week behandelde ik Genesis 8, vers 13. Waar Noach het deksel van de ark verwijderde. En waar we ontdekten dat Noach het loofhuttenfeest vierde. Zolang hij in de ark verbleef. Want het deksel dat Noach verwijderde was hetzelfde deksel... Dat was op de tent boven de tabernakel in de woestijn. En dus, uit de woorden die God gebruikte om deze historische gebeurtenis van Noach en de ark en de zondvloed te beschrijven, kunnen we heel snel de geestelijke beelden zien die God in dit verhaal heeft verborgen. De zondvloed is een beeld van het oordeel op de laatste dag. Noach is een beeld van de Heer Jezus Christus. De ark is een beeld van de eeuwige kerk die op de laatste dag moet worden opgenomen. En dus, toen de Heer hem opsloot of insloot, was het een beeld van de opname van de heiligen op de laatste dag. Afgelopen week heb ik mij volledig gericht op Genesis 8, vers 13. En daarom moet ik deze week terug in het verhaal van de raaf en de duif in versen 7 tot en met 12 bespreken. Dat heb ik vorige week overgeslagen. En dus is de titel van deze preek De raaf en de duif. Maar ik zou niet willen dat we het eerste vers van dit hoofdstuk missen. Waar we lezen, God gedacht. Dit is de laatste preek over Genesis 8, gezien de versen 20 en 22 echt tot hoofdstuk 9 behoren. Ik heb geen tijd om alle relevante versen te bespreken, maar ik zal ze allemaal in het preekschema laten staan, zodat ieder van jullie kan zoeken in de Bijbel of ik trouw ben geweest aan de Bijbelse leringen. We lezen in Genesis 8 vers 1. En God gedacht aan Noach en aan al het gedierte en aan al het vee dat met hem in de ark was. En God deed de wind over de aarde doorgaan en de wateren werden stil. Ook werden de fonteinen des afgronds en de sluizen des hemels gesloten. En de plasregens werden van de hemel opgehouden. Daartoe keerden de wateren weder van boven de aarde heen en weder vloeiende. En de wateren namen af ten einde van 150 dagen. En de ark rustte in de zevende maand, op de zeventiende der maand, op de bergen van Ararat. En de wateren waren gaande en afnemende tot de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste der maand, werden de toppen der bergen gezien. God gedacht aan Noach. Wat betekent dat eigenlijk? Het betekent niet dat God geheugenverlies had. Het verwijst ook niet naar een antropomorfisme, waarbij God handelt alsof hij een mens is. Laten we eens kijken naar enkele referenties en ontdekken wat het werkelijk betekent. Open uw Bijbel bij Genesis 19, vers 29. We hebben hier het verhaal van... De vernietiging van Sodom en Gomorra. En de wonderbaarlijke manier waarop God Lot en zijn twee dochters redde. En aangezien de vernietiging van Sodom en Gomorra ook een beeld van het oordeel is op de laatste dag, zullen we in deze redding van Lot en zijn twee dochters een beeld van de opname zien. Zoals die gebeurt op de laatste dag.
De opname is op de laatste dag. We lezen in Genesis 19, vers 29. En het geschiedde, toen God de steden der vlakte verdierf, dat God aan Abraham gedacht en hij leidde Lot uit het midden deze omkering in het omkeren dier steden in welke Lot gewoond had. God gedacht aan Abraham. God herinnerde ons eraan dat hij zich zijn belofte aan Abraham herinnerde. Dat hij de stad niet zou vernietigen als er 10 rechtvaardige mensen in zouden worden gevonden. In feite zou God de stad niet vernietigen als er maar 1 rechtvaardig persoon was. Aangezien Gods liefde voor zijn uitverkorenen zijn toorn over alle onrechtvaardigen ver overtreft. Daarom nam God Lot eerst weg uit de stad. En daarna vernietigde hij die stad. Maar zie je ook de liefde van God voor Abraham? Als we lezen dat God aan Abraham dacht. Drukt God in deze woorden uit zijn liefde voor Abraham zo groot was dat God trouw zou zijn aan al zijn beloften die hij aan Abraham heeft gedaan. Dat is echt de betekenis van de woorden. God dacht aan Abraham. Ga nu naar Genesis 30 vers 22. We hebben hier het verhaal van Jacob en zijn 2 vrouwen. Lea en Rachel. Nadat hij Lea 10 kinderen had gegeven, dacht God aan Rachel. God dacht ook aan Rachel. En God verhoorde haar en opende haar baarmoeder. God drukt hier zijn liefde voor Rachel uit. God zou trouw zijn aan al zijn beloften aan Rachel als ze met Jacob trouwde. En alle beloften van God aan Jacob werden gedeeld door Rachel. Want het was God die ze samenvoegde. En God maakte de man en zijn vrouw 1. En dus als we lezen dat God zich Rachel herinnerde, betekent dit dat God hier zijn grote liefde voor Rachel toonde. Sla alsjeblieft nog een paar pagina's naar rechts, naar de profetie van Exodus. Exodus 2 vers 24. We hebben hier het verhaal van de kinderen van Israël die wreed werden getroffen in het land van Egypte. God zou hen bevrijden uit hun slavernij, uit het diensthuis. En dus wekte God de man Mozes op. We lezen in Exodus 2 vers 24. En God hoorde hun gekerm. En God gedacht zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. God herinnerde zich zijn verbond met de aartsvaders. Wat betekent dat God trouw zou zijn aan alle beloften die hij met Abraham, Isaac en Jacob had gedaan, omdat hij van hen hield. Dat is echt wat het betekent. Laten we nu teruggaan naar Genesis 8 vers 6. En nu begrijpen we de woorden van vers 1 waar God zegt, en God dacht aan Noach. Het betekent echt dat God heel veel van Noach hield. En God houdt van Christus, die hier wordt voorgesteld door Noach. Waarlijk, God houdt van zijn enige geboren zoon. Laten we verder gaan met het verhaal van Genesis 8. Geen raaf, maar de raaf. En het geschiedde ten einde van 40 dagen, dat Noach het venster der ark
dat hij gemaakt had opendeed. En hij liet een raaf uit, die dikwijls heen en weer ging, totdat de wateren van boven de aarde verdroogd waren. Daarna liet hij een duif van zich uit om te zien of de wateren gelicht waren van boven de aardbodem. Maar de duif vond geen rust voor het hol van haar voet. Zo keerde zij weder tot hem in de ark, want de wateren waren op de ganse aarde. En hij stak zijn hand uit en nam haar en bracht haar tot zich in de ark. En hij verbeide nog 7 andere dagen. Toen liet hij de duif wederom uit de ark. En de duif kwam tot hem tegen de avondtijd. En ziet, een afgebroken olijfblad was in haar bek. Zo merkte Noach dat de wateren van boven de aarde gelicht waren. Toen vertoefde hij nog 7 andere dagen. En hij liet de duif uit, maar zij keerde niet weder tot hem. Aan het einde van 40 dagen. Laten we begrijpen welke 40 dagen God hier op het oog heeft. De vloed begon op dag 0. De 17e dag van de tweede maand in het 600ste levensjaar van Noach. Het water nam gedurende 40 dagen toe. Wat ons naar dag nummer 39 brengt, wat de laatste dag van de overstroming was. Dan voegen we nog eens 110 dagen toe, de dag 149. Want we vinden in Genesis 2 vers 24. En de wateren heersten over de aarde 150 dagen. Wat was er over van Satans koninkrijk? Niets. Het was allemaal onder water. Onder de toorn van God. Op deze dag, dag 149, de 17e dag van de 7e maand, rustte de ark op een van de bergen van Ararat. Dan voegen we nog eens 75 dagen toe aan dag 244. Nee, 224. Wat de eerste dag van de 10e maand was, toen de toppen van de bergen werden gezien. Dan voegden ze nog eens 40 dagen toe, dag 264, waar Noach het raam van de ark opende en Noach de raaf en de duif uitzond. Dit zijn de 40 dagen die genoemd worden in Genesis 8 vers 6. Toen 14 dagen later, toen Noach de duif voor de derde keer uitzond, was het dag 278. Dan moeten we er ook nog eens 36 dagen mee optellen om te komen tot de dag 314. Want de eerste dag was de eerste van de eerste maand was het 601. In het eerste jaar van Noach. En Noach verwijderde het deksel van de ark. En Noach zag het oppervlakte van de grond droog was. Maar God eiste van hem dat hij nog eens 56 dagen in de ark zou blijven. Om te komen op dag 370. De 27e dag van de tweede maand van Noach's 601e jaar, Genesis 8 vers 14, de laatste dag in de ark. En dus waren Noach en zijn gezin en alle dieren 370 dagen in de ark, wat God definieerde als een jaar en 10 dagen. En dus telde God in dit verhaal een maand als 30 dagen. Maar dit is de enige plaats in de Bijbel waar we een maand van 30 dagen wordt geteld. Ongetwijfeld hebben al deze getallen
en spirituele betekenis. Maar we zullen niet proberen die spirituele implicaties te ontrafelen, want God heeft deze voor onze ogen verborgen. Wat belangrijker is, op dag 264, 40 dagen nadat de toppen van de bergen waren gezien, stuurde God de raaf en de duif. In onze Bijbelvertaling lezen we de versen 7 en 8, een raaf en een duif. Maar ik wil dat je weet dat de Hebreeuwse tekst de raaf en de duif luidt. Met andere woorden, het is een bepaalde raaf en een bepaalde duif die Noach als type van Christus uitzendt. We kunnen gemakkelijk zien dat het begrijpen van deze versen alleen op historische manier niet zal werken. We weten bijvoorbeeld dat er maar twee raven in de ark waren, want de raaf is een onrein dier. Maar waar is de tweede raaf? De tweede raaf bleef nog 106 dagen in de ark. Daar moeten we nog 14 plus 36 plus 56, dat is 106 dagen, bij optellen. En daarnaast 106 dagen moet de tweede raaf de hele wereld af om haar partner te vinden. De eerste raaf die ze wel of niet vindt. Je kunt zien dat dit niet in overeenstemming is met Gods bevel om de aarde te vullen. In Genesis 8, vers 17. En dus, aangezien God de raaf schreef, moeten we een geestelijke betekenis vinden voor het uitzenden van de raaf. Sla uw Bijbels open bij de profetie van Leviticus. Leviticus 11, vers 13. We moeten eerst begrijpen dat de raaf niet alleen een onrein dier was, maar ook een gruwel in Gods ogen. En even afschuwelijk als adelaars en gieren. We lezen in Leviticus 11, vers 13. En van het gevogelte zult gij deze verfoeien. Zij zullen niet gegeten worden. Zij zullen een verfoeisel zijn, de arend en de havik en de zeearend en de gier en de kraai naar haar aard en alle raven naar haar aard. Deze vogels zijn roofvogels. Deze vogels voeden zich met dode lijken. De dood is al een misdrijf voor God, want de dood kwam als toorn van God over de zonde van de mens. En dus zijn de dieren die zij voeden met de doden een volslagen gruwel voor God. Evenzo voeden Satan en al zijn gevallen engelen zich met mensen die dood zijn door overtredingen en zonden. En ze voeden zich weer met hen, zowel de demonen als de hele niet geredde mensheid, in de tweede dood, in de hel, zal ondergaan. En dus is de kans groot dat God de raaf zou beschouwen als een vertegenwoordiger van alle onreine roofvogels. Bovendien zou God alle onreine roofvogels beschouwen als typen die de demonische menigte vertegenwoordigen, die in de hel zal worden geworpen. Ga alsjeblieft nogmaals naar Genesis 8, vers 7. God stuurt de raaf de ark uit de wereld in waar de dood heerst. De vraag is, zendt Christus in persoon van Noach het demonische leger de wereld in om zich te voeden met dode mensen? Je moet in gedachten houden dat Satan geen onafhankelijke agent is. Satan en al zijn demonen kunnen alleen doen wat God hen toestaat te doen.
We lezen bijvoorbeeld in 1 Koningen 17 vers 4 tot en met 6, dat zelfs raven Gods bevelen gehoorzamen. Laten we eens kijken naar de spirituele beeld dat we de afgelopen 6 weken hebben ontvouwd. De timing waar we ons momenteel bevinden is een beeld van na de opname en nadat het oordeel over de ongeredden heeft plaatsgevonden. We kijken nu naar de uitvoerders van Gods wraak. Sla alsjeblieft uw Bijbels op bij de profetie van Ezechiël. Ezechiël 39, vers 17. U vindt Ezechiël direct na Jesaja, Jeremia en Klaagliederen. Ongeacht welke kijk op eschatologie iemand heeft, de passage die we gaan lezen handelt over Gods voortdurende oordeel over alle niet geredden na de opname van de heiligen en nadat het oordeel over het onzaligen is voltrokken. En dus loopt dit parallel met het oordeel over de niet geredde wereld, waarover we lezen in Genesis 8. We lezen in Genesis 39, vers 17. Gij dan, mensenkind, zo zegt de Heere, Heere. Zeg tot het gevogelte van alle vleugel en tot al het gedierte des velds. Vergadert u en komt aan. Verzamelt u van rondom tot mijn slachtoffer, dat ik voor u geslacht heb. Een groot slachtoffer op de bergen Israëls. Eet vlees en drinkt bloed. Het vlees der helden zult gij eten en het bloed van vorsten der aarde drinken. De rammen, de lammeren en bokken en varren, die altemaal gemesten van Bazan zijn. En gij zult het vet eten tot verzadiging toe en bloed drinken tot dronkenschap toe van mijn slachtoffer dat ik voor u geslacht heb. En gij zult verzadigd worden aan mijn tafel van rijpaarden en wagenpaarden, van alle helden en alle krijgslieden, spreekt de Heere, Heere. Wat betekent dit? Als de wilde beesten en de vogels in de lucht inderdaad de demonische menigte vertegenwoordigt, dan betekent dit dat de demonen Gods oordeel en de hel zullen uitvoeren. En dat ze de kwelgeesten zullen zijn van de niet geredden in de hel. En zo zal de toorn van God worden gedelegeerd aan de demonische menigte, die zelf ook zal worden gekweld in de poel des vuurs. De demonen zullen graag de onzaligen, de onverlosten kwellen, want zij zullen de mensheid de schuld geven van hun ongeluk. Sla alsjeblieft de laatste profetie in uw Bijbel op. Ga alsjeblieft naar de openbaring van Jezus Christus, Openbaring 19, vers 17. We hebben hier een soortgelijke scène. De timing is opnieuw na de opname van de heiligen en na het oordeel over de verdoemden. Christus is gekomen met alle legers van de hemel en heeft oorlog gevoerd tegen de afvallige kerk genaamd Babylon. En tegen alle onzaligen die onvermurfbaar tegen hem gekant zijn in de macht van de antichrist. En nu roept Christus alle vogels van de hemel om zich te verzadigen van het vlees. En dat te eten die door Christus in zijn leger zijn verslagen. De demonische menigte wordt uitgenodigd hun woede af te reageren op de hele niet geredde mensheid, zowel machtige mannen als slaven. Zowel klein als groot, allen die tegen Christus
tegen de Christus van de Bijbel waren, die nu verslagen zijn in de laatste geestelijke strijd van Christus tegen Satan. We lezen in Openbaringen 19, vers 17 en 18. En ik zag een engel staande in de zon. En hij riep met een grote stem, zeggende tot al de vogelen die in het midden des hemels vlogen: kom herwaarts en vergadert u tot het avondmaal van de grote God. Opdat gij eet het vlees der koningen en het vlees der oversten over duizend. En het vlees der sterken en het vlees der paarden en dergenen die daarop zitten. En het vlees van alle vrijen en dienstknechten en kleinen en groten. En dat deze scène verwijst naar het oordeel op de laatste dag wordt duidelijk gemaakt in het laatste vers van het hoofdstuk. Opnieuw is er een verwijzing naar de demonische gastheer als de kwelgeesten van degenen in de hel. We lezen in Openbaringen 19 vers 21. En de overigen werden gedood met het zwaard desgene die op het paard zat, het welk uit zijn mond uitging, en alle vogelen werden verzadigd van hun vlees. Zo worden alle afschuwelijke vogels, de kwelgeesten van de doden, vertegenwoordigd door een van hen, de raaf, door Christus uitgezonden om het werk te doen dat ze het leukst vinden. Ga weer terug naar de profetie van Genesis 8, vers 7. De letterlijke vertaling van de Hebreeuwse tekst is iets anders. Letterlijk lezen we, en hij zond de raaf uit, en hij ging uit, en hij keerde terug tot de wateren van boven de aarde waren opgedroogd. De raaf ging naar buiten en keerde terug naar de ark. Maar de raaf ging nooit meer terug in de ark. Christus in de figuur van Noach stuurde de raaf de wereld van de dood in. En daar moest hij blijven. Aan de andere kant kreeg de duif een heel andere behandeling. Het is ook geen duif, maar de duif. Ook hier komt de historische interpretatie niet overeen met wat we aantreffen. We lezen in Genesis 8, vers 9. De duif vond geen rust voor haar voedsel. Met andere woorden, de duif ontdekte dat het allemaal een waterwoestijn was. Of in het beste geval was er geen boom of geen struik waar de duif haar voet in kon rusten. Maar 7 dagen later bracht de duif een olijfblad terug. Hoe kan dit? Een olijfblad of zelfs een olijfstruikje komt niet in 7 dagen uit de grond. Dit werd allemaal mogelijk gemaakt door een wonder van God. Maar waarom heeft God dit verhaal op zo'n eigenaardige manier gearrangeerd? Waarom kon de duif het olijfblad niet binnenbrengen de eerste keer dat ze naar buiten ging? En waarom keerde de duif terug toen ze voor de derde keer werd uitgezonden? Dit is totaal tegen de aard van de duiven, die graag terugkeren naar het nest waar ze aan gewend zijn. De reden is dat we opnieuw moeten zoeken naar een spirituele beeld van de duif. De Hebreeuwse tekst spreekt van de duif en niet van een duif. Dit is geen gewone duif, maar het is de duif. En wie vertegenwoordigt de duif? We moeten hier een contrast zien. Aan de ene kant zien we een zwarte raaf, een afschuwelijke vogel. En aan de andere kant zien we een mooie duif. Waarschijnlijk wit en door God en door de mens als rein dier beschouwd. Duiven waren toegestaan als voedsel voor de mens.
En duiven werden gebruikt voor offers aan God. Maar wanneer spreken we over de duif? Dan moeten we vooral denken aan de voorstelling van God de Heilige Geest. Als de raaf een demonische gastheer vertegenwoordigt, dan moet de duif de Heilige Geest vertegenwoordigen. We lezen bijvoorbeeld in Matthäus 3, vers 16. En Jezus, toen hij gedoopt was, ging uit het water omhoog. En zie, de hemelen gingen voor hem open. En hij zag de Geest van God neerdalen als een duif en op hem vallen. Als een duif betekent eruit zien als een duif. Maar eigenlijk geen duif zijn. Het is eigenaardig dat deze gebeurtenis wordt genoemd in alle vier verhalende evangeliën. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. In alle vier evangeliën vinden we de woorden als een duif. En daarom is het zeer passend dat de duif een beeld van God de Heilige Geest is. En we weten uit het evangelie volgens Johannes dat het Christus is die de Heilige Geest in de wereld uitzendt. Dit wordt getypeerd door Noach die de duif uitzendt. Maar Noach zond de duif 3 keer uit met 3 verschillende resultaten. Dit wijst naar 3 verschillende activiteiten van God de Heilige Geest. En de bewoordingen van die versen, van de versen 8 tot en met 12, zouden we ons moeten vertellen wat deze activiteiten zijn. 3 activiteiten van de Heilige Geest. De activiteit van de Heilige Geest is een flashback naar de zondvloed. We lezen in Genesis 8, vers 9. De duif vond geen rust voor haar voedsel. Wat betekent dat? Sla alsjeblieft uw Bijbels open bij de profetie van Jozua, Jozua 1, vers 1. Je vindt Jozua direct naar de 5 boeken van Mozes. De kinderen van Israël zijn gelegerd aan de oostkant van de rivier de Jordaan, klaar om het beloofde land binnen te gaan. En God heeft Jozua hier aangesteld als hun leider. En het geschiedde nu na de dood van Mozes, staat er in Jozua 1 vers 1, de knecht des Heren, dat de Heere tot Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, sprak, zeggende, mijn knecht Mozes is gestorven. Zo maak u nu op en trek over deze Jordaan, gij en al dit volk tot het land, dat ik hun, de kinderen Israëls, erve. Alle plaats waarop u lieder voedsel treden zal, heb ik u gegeven, gelijk als ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af, tot aan de grote rivier, de rivier de Fraat, en het ganse land der Hethieten, tot aan de grote zee, tegen de ondergang der zon, zal uw lieder landpalen zijn. Niemand zal voor uw aangezicht bestaan, al de dagen uw levens. Gelijk als ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Toen God tegen Jozua zei, elke plaats die uw voedsel zal betreden, die heb ik u gegeven. Geloven wij dat dit alleen op Jozua van toepassing is? Nee. Het gold voor iedereen in het leger van Jozua. En evenzo geldt het vandaag voor iedereen in het leger van Christus. Want als Christus in onze ziel leeft, dan zijn wij de tempel van Christus. En dus is
de grond waarop we staan heilig. We moeten geloven dat dit letterlijk waar is voor iedereen die werkelijk een kind van God is geworden. Laten we dit nu toepassen op wat we vonden in Genesis 8 vers 9. De duif vond geen rustplaats voor haar voedsel. Eigenlijk betekent het dat de Heilige Geest niet één ziel kon vinden die aan Christus was gegeven. Niet één. Hier zijn we aangekomen bij de eerste van de drie acties van de Heilige Geest. Zoals de duif de hele dag rondvloog over de ellendige woestijn die onder het oordeel van God stond en nergens een voet zette, zo laat God de Heilige Geest allen met rust voor wie Christus niet heeft geleden en is gestorven. Ze zullen het evangelie niet aannemen en zijn in feite niet in staat om tot Christus te komen. Want alleen als de Heilige Geest hen levend maakt, zullen zij tot Christus komen. Daarom zegt God in Openbaringen 22 vers 10. Wie onrechtvaardig is, dat hij nog onrechtvaardig zij. Wie vuil is, dat hij nog vuiler worden. Het is niet Gods wil om ze in de nieuwe schepping te brengen, want ze zijn niet aan Christus gegeven. God de Heilige Geest weet wie ze zijn en daarom laat hij ze met rust. De tweede activiteit van God de Heilige Geest verwijst naar de duif die voor de tweede keer wordt uitgezonden. En aangezien de duif terugkeerde met een olijfblad, moeten we concluderen dat de Heilige Geest geslaagd is op zijn evangelische missie. Maar we hoeven dit niet uit de lucht te halen, want we hebben een schriftverwijzing om ons in deze richting te leiden. Sla alsjeblieft uw Bijbels open bij de profetie van Jesaja, Jesaja 60 vers 8. Het thema van dit hoofdstuk van Jesaja leidt ons eerst door de schoonheid van de evangelisatie en na de verdoemenis van de vijanden van het evangelie leidt God ons naar de nieuwe schepping en beschrijft hij de nieuwe schepping voor ons in parabolische taal, zodat we voorzichtig moeten zijn bij het interpreteren van deze versen. Het sleutelvers dat onze aandacht op dit hoofdstuk heeft gevestigd is Jesaja 60 vers 8, waar we lezen: wie zijn deze die daar komen, gevlogen als een wolk en als duiven tot haar vensters? We kunnen zien dat dit een directe verwijzing is naar Genesis 8 vers 11, waar we lezen: een duif kwam en de duif kwam s'avonds bij hem binnen en zie, in haar mond was een olijfblad geplukt. In Genesis 8 vers 11 kijken we naar de activiteit van God de Heilige Geest. En daarom is er maar één duif. In Jesaja 60 vers 8 is de werking van de Heilige Geest in vele gelovigen. En dus vliegen er vele duiven naar hun ramen. De vraag blijft of dit de juiste interpretatie van Jesaja 6 vers 8 is. En daardoor moeten we de context begrijpen waarin we dit vers gevonden wordt. Laten we beginnen bij vers 1. We lezen in Jesaja 60 vers 1 tot en met 3. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en wolken de donkerheid. Doch over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenen zullen tot een licht
tot uw licht gaan en de koningen tot de glans, die is opgegaan. God zegt tegen ons, sta op, word verlicht, want uw licht is gekomen. Verwijzende naar de uitspraak van Jezus in de bergrede waar hij zegt, gij zijt het licht ter wereld. We weten dat dit juist is, want in het laatste vers van het vorige hoofdstuk spreekt God over het verbond. En aangezien er maar één genadeverbond is, spreekt hij over ons. Want als we gered zijn, zijn we in dat verbond. En zo spreekt God ons aan in Jesaja 60 vers 1. Wanneer hij ons geestelijk levend maakt en ons het licht van het evangelie in ons het licht van het evangelie laat schijnen in de hele wereld. En dat is nodig, want geestelijke duisternis bedekt de hele aarde. Maar de heerlijkheid van de Heere wordt gezien en gehoord in de woorden die we spreken. En de heidenen zullen tot het licht van het evangelie komen en zich bekeren. Zij zijn de koningen die zullen komen tot de helderheid van het evangelielicht dat wij verspreiden. En dus is de tweede activiteit van de Heilige Geest om allen levend te maken voor wie Christus leed en stierf. In Jesaja 60 vers 4 en 5 wordt de manifestatie van deze activiteit van de Heilige Geest getoond. Als zij die zich zullen verzamelen en dat de krachten van de heidenen tot ons zullen komen. Vandaag zouden we zeggen dat de technologie van de heidenen nuttig zal worden gemaakt voor de bevordering van het evangelie. Maar in Genesis 8 vers 11 wordt de manifestatie van de werking van de Heilige Geest getoond in het olijfblad dat hij meebracht. Laten we naar de versen 8 en 9 gaan. Daar lezen we in Jesaja 60 vers 8 en 9. Wie zijn deze die daar komen, gevlogen als een wolk, als duiven tot haar vensters? Want de eilanden zullen mij verwachten, en de schepen van Tarsus vooreerst, om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen, tot de naam des Heeren uw Gods, en tot de heilige Israëls, terwijl hij u heerlijk gemaakt heeft. Vers 8 vraagt, wie zijn deze? God gaf het antwoord in vers 9. Het zijn de mensen op de eilanden die wachten om bekeerd te worden. En de schepen van Tarsus zullen hen van verre brengen. Wanneer we zoeken naar de geestelijke betekenis van de schepen van Tarsus, ontdekken we dat ze instellingen of kerken vertegenwoordigen die het ware evangelie wijdverspreid verspreiden als degenen die bekeerd zijn naar huis en degenen die bekeerd zijn naar huis naar Christus te brengen. Dan beschrijft God vanaf vers 13 de omstandigheden van de nieuwe schepping. Hij zegt bijvoorbeeld in Jesaja 60 vers 18, er zal geen geweld meer gehoord worden in uw land. Verstoring nog verbreking in uw landpalen. Maar uw muren zult gij heil heten. En uw poorten lof. De zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags. En tot een glans. En tot een glans zal u de maan niet lichten. Maar de Heere zal u wezen tot een eeuwig licht. En uw God tot uw sierlijkheid. Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal haar licht niet intrekken.
Want de Heere zal u tot een eeuwig licht wezen. En de dagen uw treuring zullen een einde nemen. En uw volk zullen allen tezamen rechtvaardigen zijn. Zij zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten. Zij zullen zijn een spruit van mijn plantingen, het werk mijner handen, opdat ik verheerlijk word. En daardoor bevinden de duiven die naar hun ramen vliegen, zich in een omgeving die verwijst naar het einde der tijden en net voor de intrede van de nieuwe schepping. En dit is ook de instelling van de duif die terugkeert naar zijn raam in Genesis 8 vers 11. Maar waarom bracht de duivel een olijfblad mee? Het olijfblad verwijst naar de olijfboom. De olijfboom. Open uw Bijbel bij de brief aan de Romeinen, Romeinen 11 vers 17. God spreekt in dit hoofdstuk over de geredden van het overblijfsel van Israël en de geredden van het overblijfsel van de heidenen. Al deze worden symbolisch aangeduid als takken van één olijfboom. Christus is de wortel van de olijfboom en wij, de eeuwige gemeente bestaande zowel uit Joden als heidenen, zijn de stam en de takken van deze olijfboom. Zo identificeert de olijfboom zich met de eeuwige kerk. We lezen in Romeinen 11 vers 17 en 18. En zo enige de takken afgebroken zijn en gij een wilde olijfboom zijnde in dezelfde plaats zijn ingeënt. En des wortels en der vettigheid des olijfboom mededeelachtig zijt geworden. Zo roem niet tegen de takken. En indien gij daartegen roemt, gij draagt de wortel niet, maar de wortel u. En dus verwees het olijfblad in de snavel van de duif die terugkeren naar Noach, naar een groep van ware gelovigen in Christus, die levend werden gemaakt door de tweede activiteit van de Heilige Geest. Sla alsjeblieft uw Bijbels open bij de openbaring van Jezus Christus, openbaringen 11 vers 3. Nog één keer gebruikt God de metafoor van de olijfboom om aan te geven dat de olijfboom zich identificeert met de ware en eeuwige kerk. We lezen in openbaringen 11 vers 3. En ik zal mijn twee getuigen macht geven en zij zullen profeteren 1260 dagen met zag en bekleed. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. De derde activiteit van de Heilige Geest wat weerspiegelt in Genesis 8 vers 12, waar we lezen dat de duif niet meer terugkeerde naar Noach. We naderen nu het stadium waarin Christus en alle gelovigen de nieuwe schepping zullen binnengaan. Wat is de rol van de Heilige Geest hierin? God, de Heilige Geest, bereidt de hele nieuwe hemel en nieuwe aarde voor om het gereed te maken voor onze intrede erin. De Heilige Geest werkt niet langer om zielen te redden, want de tijd van de redding is nu voorbij. En daarom keerde de duif niet terug naar Noach. Ga alsjeblieft weer terug naar de profetie van Genesis, Genesis 8 vers 1. En nu wil ik terugkeren naar de prachtige woorden die in dit eerste vers van Genesis 8 zijn opgetekend. En wil het ieder van jullie vragen. Gedacht God ook jou? En God dacht aan Noach en aan al het levende en al het vee dat bij hem in de ark was.
We hebben in Genesis 8, vers 1 gelezen dat God aan Noach dacht. En God dacht aan het leven dat bij Noach in de ark was. We hebben gezien dat het een uitdrukking is van Gods grote liefde voor degenen die Hij van ons wil houden. En van zijn toewijding om trouw te blijven aan al zijn beloften aan ons. En als ik ons zeg, bedoel ik ons allemaal. Die zalig zijn geworden in Christus. En dus blijft de vraag deze. Heeft God aan jou gedacht? Let niet op de 6, 7 of 8 miljard andere zondaars in deze wereld. Heeft God aan jou persoonlijk gedacht? Heeft God zijn grote liefde en toewijding op jou persoonlijk uitgestort? Waar het op neerkomt is dit. Hoe kun je weten of God inderdaad van je houdt? We luisteren naar preken en we leren over alle fijne kneepjes van hoe God in ons leven werkt. En we horen over de soevereiniteit van God. En we horen dat het absoluut noodzakelijk is om dit te geloven. Want dit is wat de Bijbel zegt. En we slaan het allemaal op in onze geest en doen ons best om het te onthouden. Maar we worden niet gered door onze kennis. We worden ook niet gered door ons begrip. We zijn gered door God van binnenuit, als Christus inderdaad voor ons geleden en gestorven is. De vraag die overblijft is deze. Heeft God ons van binnenuit veranderd? Hebben we het bewijs in ons leven dat we inderdaad veranderd zijn? Is het allemaal koude orthodoxie in onze geest? Of zijn we echt van bovenaf geboren? Wel nu de Bijbel zegt dat Hij mij geloof gaf. Als Hij ons geloof heeft gegeven. Onthouden dit. God gaf ons geloof. Omdat Hij ons een nieuw hart gaf. En met dit nieuwe hart zijn onze liefdes en onze verlangens ook veranderd. God heeft ons bijvoorbeeld liefde voor Christus gegeven. Wanneer iedereen die gered is, heeft liefde voor Christus. Maar laten we niet vergeten dat we van Hem houden, omdat Hij eerst van ons hield. En wat zijn de bewijzen dat we liefde hebben voor Christus? Het enige echte bewijs is dat we nu verlangen om Christus te dienen met heel ons wezen. Kunnen we dat echt in onszelf zien? Kunnen we zien of we Hem dienen met onze middelen en met onze tijd? Delen we Hem met onze kinderen en met onze vrienden? En weerspiegelen we onze gebeden in onze gebeden liefde voor Hem? Dit zijn de vragen die ik bij je wil laten als je nadenkt en mediteert over de drie activiteiten van God de Heilige Geest in ons leven. Hoe Hij in het verleden in ons leven heeft gewerkt. En hoe Hij momenteel werkt om ons trouw te houden. Amen.